niet gaan kijken naar de bal. Het enige wat je hoeft te doen is je tegenstander ingaan. Volgens mij, na de eerste situatie al, weet je of de tegenstander sneller is dan jij. Ja? Bij de volgende situatie moet je weten van, hé, als ik op die tegenstander oploop, ja, ik heb nu weer dat iedereen meer aandacht heeft voor de T dan voor mij, want ik sta te praten en niet meer kijken naar de T. Is mee, ja. Ja, maar ik hoor je. Nee, maar het gaat erom, weet, je bent sneller dan de ander, dan toch moet je lichamelijk contact zoeken. Want als je dan de bal hebt, kan je ook snelheid weer maken. Want deze meiden, je ziet het, als je ze de ruimte geeft. Ja. Even ophouden. In de bar. Als je ze nu de ruimte geeft om die bal aan te nemen, dan gaan ze tikken. Ja? En die doelpunten ontstaan gewoon doordat we fracties van seconden te laat zijn. A, er is een vrije trap voor hun. Iedereen staat zo te kijken. Er staan, dus lopen zo 2-3 mensen van hun weg. Ja? Die vrije trap komt er overheen, we zijn weg. Ja? Dus de achterhoede moet beter, even wat van het, en daar heb ik het niet over fanatieker, gaan voetballen, want dat doen jullie. Het hele team, ik zie strijd. Ja? Ik zie nu in ieder geval al in de rustkleding wat al gelijk in de was kan. Nou, dat wil zeggen, nee, ten opzichte van andere wedstrijden. Ja? Maar het is net een fractie van secondes. En wat mij opmerkt, is dat als ik mensen toeschreeuw, dat ze in één keer heel veel energie hebben om mij weer toe te schreeuwen. Nee, doe dat in dat veld. Ja? Doe dat in het veld en dan is het weer een kunst voor de ander om dat op te pakken van ja, inderdaad, ik was te laat. Ja? Als ik jou toeschreeuw dat je die bal verkeerd aanneemt, sta je weer. Ja? Hoeveel energie moet het team dan erin pompen om dat te herstellen? Terwijl als je zo naar die bal gaat, dan weten ze niet dat je die stap eerder doet. Dan weten ze in ieder geval, ze heeft hem nu gemist, nou moeten we optreden. Ja? Ja. En dan heb ik er niks aan als ik je toeschreeuw. Ja, maar. Ja, oké. Ja? Esmee, blijf ik even bij de is en de s. Ja? Je schreeuwt daarna lekker tegen mij. Ik wil je. En dan hoort iedereen je. Maar ik wil je horen dat je tegen hun zegt. Nee, ik wil je meer horen. Dat wil zeggen dat je dus nog niet duidelijk genoeg bent. Ik wil je horen. Ja? Dat ik je zelfs hoor. En weet je wat zo mooi is van het voetbal? Hoe meer jij schreeuwt, hoe makkelijker je het ook maakt voor jezelf. Ja? 15 staat vrij. Laura, 15 is voor jou. Klaar. Nee, maar doen. Dat deed ik wel hoor. Ze staan elke keer echt anders. Het is gewoon kut. Hallo. Wij zijn ook kut voor hun hoor. Wij hebben het makkelijker dan hun. Wij hoeven alleen maar nummers te onthouden. Als zij balbezit hebben, hoeven wij alleen maar een nummer te onthouden.